Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kruizinga Opslag en Transportmiddelen. Welkom bij RTL Transportwereld. Met vandaag de strijd tegen NOx. Maar we beginnen op de virtuele transportmarkt Truck & Cargo van Timocom. Op deze transportmarkt wordt lading en vrachtruimte aangeboden en gezocht. De virtuele marktplaats biedt transportbedrijven de mogelijkheid om tegen lage kosten hun beladingsgraad te optimaliseren. Op het hoofdkantoor in Düsseldorf legt Robert Langer de werking uit. Het idee achter Truck & Cargo is om zoveel mogelijk planningsproblemen te vermijden en vooral het leegrijden te vermijden. En op die manier dus ook de onkosten te reduceren. Achter deze kluisdeur bevindt zich het zenuwcentrum. Hier draaien de servers met vraag en aanbod op volle toeren. Het is dus zo dat wij de transporteurs en expediteurs een programma ter beschikking stellen. Een programma dat we zelf ontwikkeld hebben. En met die software hebben ze dus de mogelijkheid over de data te beschikken die in onze databank voorhanden is. En we kunnen dus aan de hand daarvan direct op zijn beeldscherm zien, oké, die vrachtwagens staan ter beschikking, die vrachten staan ter beschikking, dat heb ik nodig, dat wil ik hebben. Die firma bel ik op en verhandel een prijs en neem die vracht of neem hem niet. Een van de gebruikers die het systeem dagelijks gebruikt om zijn opleggers tot de laatste palletplaats te vullen is ANG Transporten in Venlo. Het merendeel van het vervoer bestaat uit vaste opdrachten van vaste klanten. En voor een 10-11% moeten we op de vrije markt onze ladingen zoeken. We gebruiken het hoofdzakelijk als we een trailer hebben die richting Zwitserland of richting Duitsland gaat. Als we nog een paar palletplaatsen vrij hebben. Om daar nog een paar paletten bij te zoeken. Dat deze wagen zo efficiënt mogelijk naar zijn losplaats in Duitsland of Zwitserland krijgt. Vooral in het zogeheten groepagevervoer kunnen vervoerders het rendement van een rit verbeteren. Men heeft dus de mogelijkheid te selecteren. In principe staat de selectie die men doet staat vrij. Men heeft dus de mogelijkheid te zeggen, oké, ik zoek naar land, ik zoek naar postcode. En dan heeft men dus de mogelijkheid te zeggen, oké, ik ga heel doelgericht erop uit om die vracht te vinden die werkelijk daadwerkelijk op mij past. En dat kun je dus aan de hand van de postcodes doen, dat kun je aan de hand van de gewichten doen, dat kun je aan de hand van de opbouw doen. Het werk van de planner is vaak behoorlijk hectisch. En een gebruiksvriendelijk systeem is dus welkom. Het is dus zo dat we ons programma zo eenvoudig mogelijk gehouden hebben en zo overzichtelijk mogelijk. Zodat elke planner de mogelijkheid heeft eenvoudig en snel met ons programma te werken. Zodat hij ook snel daarheen komt waar hij naartoe wil. De planner van ANG Transporten heeft via Truck & Cargo lading gevonden bij het bedrijf Dekker Expeditie. Nou, in de praktijk krijgen wij dus een opdracht van een van onze opdrachtgevers. Wij gaan dus in eerste instantie die zending gaan wij versturen. Wij zien dan dat ons beladingsgraad niet optimaal is. En gaan dan inderdaad via Truck & Cargo de beurs op. Dit expeditiebedrijf heeft zelf geen vrachtauto's en maakt daarom veel gebruik van het internetsysteem. Wij maken er zeker veel gebruik van al onze zendingen, complete en deelladingen die wij versturen. Een kleine 80, 90 per dag. Daar zal denk ik een percentage van 20-30% uit Truck & Cargo komen. Dekker heeft het systeem met succes geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Er wordt trouwens in twee richtingen gebruik van gemaakt. Op zich lukt dat heel goed. Er zijn heel zelden gevallen dat het niet lukt. Wij bieden zelf trouwens ook veel zendingen aan. En die zendingen die wij dus aanleveren in het systeem, die zie je ook gewoon dat die ontzettend veel bij ons weggehaald worden. Wij gebruiken het in alle richtingen. Zo gauw als er nog ergens een plekje vrij is, proberen we deze plek te benutten en met behulp van dit systeem. Meer informatie over de mogelijkheden van deze virtuele transportmarkt vindt u op onze website rtltransportwereld.nl.